In deze video zullen wij u tonen hoe u van dit pakket dat u van ons ontvangen hebt, dit muurluik gaat maken, rekening houdend met de dikte van de muur en rekening houdend dat u na montage het afsluitkader er mooi kan opschuiven en voldoende ruimte laat om het slotplaatje vrij te houden om het deurtje gemakkelijk op en af te doen. Wat hebben we nodig van materiaal? Een tape, hobbytape, schilderstape, lijm. Wij gebruiken graag crystal lijm, maar dat kan ook een houtlijm zijn. Een potlood en een meetlat. Een schuurpapiertje. Een schroefboormachine. En dan een zaagmachine. Eender welke soort zaag kan ook perfect een handzaag zijn. Je moet weten dat de zaagsnede die je gaat maken, dat die achteraf niet meer zichtbaar zal zijn. Dus welke zaag u precies gebruikt, is van minder belang. Het pakket dat u gekregen hebt, zitten schroeven bij, die hebben we zeker nodig. Een afsluitkader hebben we op dit moment niet nodig. Een afsluitdeur ook niet. Een binnenflap, zeer belangrijk dat we die niet vergeten. Dus we leggen die goed klaar, dat we hem zeker niet vergeten. Dit is het buitenkader. Let op, want het buitenkader heeft een bovenkant en een onderkant. De onderkant is waar de magneten zitten. En dan zijn er vier panelen. Deze panelen gaan we eerst op de juiste lengte zagen. Daarvoor zie je op de panelen een sticker met een rekenhulpje. De stickers zijn in vier talen, dus zoek de sticker met de taal van uw voorkeur. Op die sticker zal u de juiste lengte of de dikte van de muur moeten weergeven. We gaan dus de dikte van de muur meten waarin uiteindelijk het laag zal komen. En we meten dat ter hoogte van het hengsel van het deurtje. Dus middenzijde, bovenaan, meten we de dikte van de muur. Is de muur bijvoorbeeld 30 centimeter, dan noteren we 30 centimeter op het rekenhulpje. En we trekken van 42,2 centimeter, trekken we die 30 centimeter af. We komen op 12,2 centimeter. Die 12,2 centimeter gaan we afzagen van de onderzijde van het paneel. We meten 12,2 centimeter af. En die 12,2 centimeter gaan we precies afzagen van het paneel. Wanneer het paneel op de juiste lengte gezaagd is, gaan we het monteren in het aluminiumprofiel dat al op het buitenkader gemonteerd is. En we beginnen met de bovenzijde. Voor de bovenzijde hebben we het paneel nodig met het aluminiumprofiel. Net zoals het aluminiumprofiel in het buitenkader. Je zet het in het profieltje. En je doet hetzelfde met de onderzijde. Voilà. Dan, zeer belangrijk, niet vergeten, is om deze binnenflap op dit moment te monteren. Je schuift de binnenflap in het aluminiumprofiel. Op dit moment kan je de lijm aanbrengen in de groef van de panelen. En vier strips voorbereiden van de hobbytape.
Wanneer je daarmee klaar bent, kan je de zijpanelen tegen de boven- en de onderpanelen schuiven en vastkleven met een strip. Om het paneel volledig vast te zetten, neem je de kleine schroefjes en je schroeft die onderaan het aluminiumprofiel. Op dat moment is uw luik klaar om gemonteerd te worden in de muur. Montage in de muur. Is heel eenvoudig. Je zet de tunnel vast in de muur. Dan gaat het sluitkader eroverheen. En je houdt er rekening mee dat het deurtje nog mooi dicht kan. Klaar. Beste professional en doe-het-zelver, u ziet het, de installatie van een Tom's Gates hondenluik is eenvoudig. We maken luiken voor katten, honden, grote luiken, kleine luiken, luiken voor in een muur, luiken voor in een deur. Allemaal mooie houten hondenluiken die eenvoudig te installeren zijn. Mochten er vragen zijn, aarzel niet ons te contacteren en laat je graag de installatie door ons doen. Doe natuurlijk met veel plezier.